Hierbij open ik deze academische zitting waarin Bibi Martens het academisch proefschrift getiteld Computed Tomography of the Abdomen from One Size Fits All to Custom Made in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Hooggeleerde prorector, geachte leden van de promotiecommissie, geachte familie, vrienden en collega's. In de komende 15 minuten wil ik jullie graag meenemen langs de verschillende hoofdstukken van mijn proefschrift. En dat gaan we eigenlijk doen met dit schema als onderlegger. Bij dit schema beginnen we bij het individu, dat is eigenlijk de patiënt, die vervolgens alle verschillende stappen, de verschillende hoofdstukken als het ware doorloopt om bij het paarse stuk uit te komen. En de paarse balk is eigenlijk de perfecte scan van de buik, waarbij al deze verschillende hoofdstukken in acht zijn genomen. Dit schema is natuurlijk een beetje saai en we bevinden ons in de onderwaterwereld. Dus om die reden heb ik eigenlijk twee karakters uitgenodigd. Namelijk Nemo en Dory, om met ons deze verschillende hoofdstukken te doorlopen. Want we beginnen even bij wat achtergrond. Dory en Nemo in zwart-wit is een stuk minder boeiend dan in kleur. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een CT-scan van de buik. Een CT-scan van de buik zonder contrast, dat zien we hier. Daarin kan je heel mooi de lever herkennen, hierin met de blauwe rand eromheen. Maar eventuele afwijkingen in die lever, die kun je eigenlijk veel minder goed zien. Dus wat we daarvoor doen is eigenlijk contrast toedienen. Dat doen we meestal via de arm, rechtstreeks in het bloedvat, waarna dat contrast zich verspreidt door het lichaam en uiteindelijk dus ook in de lever terechtkomt. Na ongeveer 70 seconden kleurt de lever perfect aan en kun je dus afwijkingen in die lever gaan herkennen. Zo ziet dat er dan min of meer uit, iets meer zwart-wit. En doordat afwijkingen in de lever anders aankleuren dan de lever zelf, kun je die gaan herkennen. Zo kun je bijvoorbeeld goedaardige afwijkingen herkennen, dit is een kieste, maar ook kwaadaardige afwijkingen. Zoals metastase kun je beter gaan herkennen doordat je contrastmiddel toedient. Contrastmiddel, dat willen we eigenlijk zoveel mogelijk optimaliseren. We willen niet te veel contrastmiddel geven, omdat één het mogelijk een effect zou kunnen hebben op de nieren. Daarnaast kost het geld. En tot slot komt het in het afvalwater terecht en dat is slecht voor het milieu. Maar we willen natuurlijk ook niet te weinig geven, want als je te weinig geeft kun je alsnog niks zien. Naast contrastmiddel maken we gebruik van straling en daarvoor gebruiken we een scanner. En naast dat Dory en Nemo een klein beetje bang zijn voor de haaien, maar niet super erg, zijn wij ook een beetje bang voor straling, omdat straling hypothetisch in de toekomst tot een verhoogde kans op kanker zou kunnen leiden. Dus ook straling willen we niet te veel geven, maar ook zeker niet te weinig. En dat zal ik met het volgende voorbeeld laten zien. Dit is een scan waarin de stralingshoeveelheid ogenblik optimaal is. Je kunt mooi die afwijking zien en er is niet te veel ruis. Voor de oplettende kijker, dit kan natuurlijk niet, want dit is een scan zonder contrast. Dus eigenlijk kan je deze afwijking niet zien. Maar voor het voorbeeld is het wel mooi. Als je dan minder straling gebruikt, dan neemt de ruis in zo'n scan eigenlijk toe. En je kunt hier mooi zien, je kunt de afwijking in de lever wel nog zien, maar het wordt een stuk moeilijker. En ook als je kleinere afwijkingen krijgt in die lever, dan kun je best wel voorstellen dat die eigenlijk opgaan in de ruis en dat je ze helemaal niet meer kunt zien. Goed, we hebben het nu gehad over contrastmiddel en over straling, maar daar horen eigenlijk nog veel meer kortere topics bij. Want onder contrastmiddel vangen we eigenlijk, je kunt de hoeveelheid contrastmiddel die je geeft, kun je aanpassen, maar je kunt ook de concentratie variëren. Je kunt de snelheid waarmee je het injecteert, kun je veranderen, maar je kunt ook de temperatuur van het contrastmiddel bijvoorbeeld aanpassen. Wat betreft straling zijn er twee belangrijke factoren. Dat is het kilovoltage, afgekort tot kV, ook al buisspanning genoemd. En het milliampère seconde, afgekort tot mas, ook al buisstroom genoemd. Voor nu gaan we dit echter allemaal even vergeten en hebben we het gewoon over contrastmiddel en over straling, om het wat eenvoudiger te maken. Om nog even zeg maar, het belang van mijn proefschrift te kunnen begrijpen, moeten we heel even terug ook naar vroeger. Want dat deden we vroeger. Vroeger gaven we eigenlijk alle patiënten evenveel contrastmiddel en gebruikten ook dezelfde hoeveelheid straling. En dat zorgt ervoor dat in dit geval, je hebt Dory, die is een stuk groter dan Nemo. Als je die evenveel contrastmiddel geeft, dan zal Dory een stuk fletser worden dan dat Nemo dat is. Als je vervolgens ook allebei evenveel straling geeft, dan zal Dory een stuk ruiziger zijn dan dat Nemo dat is. Maar het kan ook nadelige gevolgen hebben voor Nemo, want die kan een stuk feller worden en een stuk scherper, eigenlijk te scherp en te veel contrast krijgen. Want dit is eigenlijk wat we willen. We willen dat bij iedere patiënt de lever op dezelfde manier aankleurt, ongeacht eigenlijk hoe die patiënt eruit ziet. Dan gaan we naar het eerste hoofdstuk en dat is eigenlijk het lichaamsgewicht wat we hier hebben getest. En wat je kunt zien is, Dory is een stuk groter dan Nemo en dat hebben we hier eigenlijk bekeken of dat invloed heeft op je aankleuring van je contrastmiddel.
En we hebben eigenlijk alle patiënten, vragen we tegenwoordig, als die op de CT-scanner terechtkomen, vragen we eerst om op een weegschaal te gaan staan. Want net als dat Dory niet zoveel kan onthouden, kunnen mensen over het algemeen ook niet zo goed vertellen hoe zwaar ze eigenlijk zijn. Dit is de eerste groep. We hebben hier 218 patiënten geïncludeerd. Sorry, 199. Maar bij de eerste groep hebben we de patiënten eigenlijk allemaal evenveel contrastmiddel gegeven. We zien hier op de y-as zien we de aankleuring van de lever, die eigenlijk van beneden naar boven toeneemt. En op de x-as zien we het gewicht van de patiënt, van klein naar zwaarder. En wat je hier dan ziet is dat de aankleuring van de lever eigenlijk afneemt bij een stijgend lichaamsgewicht als je iedereen evenveel contrastmiddel geeft. Dit is de groep waarin patiënten een hoeveelheid contrastmiddel hebben gekregen, aangepast op het lichaamsgewicht. En dan zie je eigenlijk dat die aankleuring van die lever veel meer hetzelfde is, ongeacht dus het lichaamsgewicht van die patiënt. Dus wegen van de patiënt voordat ze een CT-scan ondergaan, heeft zin. Bij het volgende hoofdstuk hebben we eigenlijk gekeken of andere factoren, zoals leeftijd van de patiënt of de nierfunctie, eventueel nog van interessant kunnen zijn wanneer je een scan, dus het contrastmiddel en de stralingsdosis, gaat optimaliseren. En dit is eigenlijk achterliggende idee daarvoor. Namelijk, jonge patiënten, die moeten nog lang mee, dus je wil daar eigenlijk de hoeveelheid straling zoveel mogelijk verminderen. Omdat dit mogelijk dus in de toekomst tot een verhoogde kans op kanker kan zorgen. Terwijl die jonge patiënten over het algemeen een heel goede nierfunctie hebben, dus best wel wat meer contrast zouden kunnen krijgen. Terwijl oudere patiënten, daarbij is het eigenlijk precies andersom. Die gaan vaak wat minder lang mee, dus die hoeveelheid straling vinden we wat minder relevant. Terwijl het contrastmiddel wel belangrijk is, want meestal hebben oudere patiënten iets minder goed functionerende nieren. Dus daarbij wil je de hoeveelheid contrastmiddel wat verminderen. Bij de patiënt van gemiddelde leeftijd wil je eigenlijk weer die balans. Je wil niet te veel contrast, niet te veel straling, maar wel eigenlijk die optimale balans waar je naar zoekt. Dus dit is eigenlijk wat je wil. Je wil afhankelijk van wat voor patiënt je voor je hebt, een jonge patiënt, een oude patiënt, een patiënt met nierfalen of een patiënt die vaak gescand moet worden, daar wil je je protocol op aanpassen. En dat hebben we in de volgende studie gedaan. Hebben we eigenlijk 6 varkentjes hebben we gescand met 3 verschillende protocollen. De eerste is het standaardprotocol, wat je dus bij een gemiddelde leeftijd patiënt zou gebruiken, waarbij je ongeveer evenveel contrastmiddel als straling geeft. Het middelste protocol is het protocol wat je bijvoorbeeld bij een oudere patiënt zou kunnen gebruiken. En daarbij geef je meer straling. Als je ook hier kijkt naar de lever in het blauw, dan zie je dat die lever minder ruizig is in het middelste plaatje dan in het linker plaatje. En je geeft minder contrastmiddel. Dat grote bloedvat in het midden met die gele ring eromheen kleurt dus ook minder aan dan in het linker plaatje. Rechts is het protocol wat je zou geven bij een jongere patiënt. Hier geef je dus minder straling, dus de ruis in de lever neemt ook echt toe. Dat zie je ook. Het is net wat ruiziger dan in het middelste en het linkerplaatje. Terwijl dat grote bloedvat in het midden veel witter aankleurt dan op de 2 linkerplaatjes. Wat we hier hebben gekeken is van, goh, wat is dan de beeldkwaliteit? Want dat is natuurlijk belangrijk. Vinden we deze plaatjes allemaal even mooi? En de conclusie is dat we deze eigenlijk even mooi vinden. Dus dat je in theorie de straling en het contrast een beetje kunt variëren afhankelijk van de patiënt die je voor je hebt. Goed, het volgende hoofdstuk gaat eigenlijk met name over straling. En zoals ik al zei, hier hebben we eigenlijk 30 patiënten geïncludeerd. En daar hebben we vervolgens de hoeveelheid straling verminderd. En zo ziet er dat uit. We hebben dat gedaan door middel van software. Dus die patiënten zijn niet daadwerkelijk 4 keer door de scanner gegaan. Maar we hebben door middel van software eigenlijk gedaan alsof zij met minder straling zijn gescand. Zitten ze 100%, 90%, 80% en 70% van de straling, waarbij je ziet dat de ruis toeneemt. Je kunt echter vervolgens reconstructies maken, waardoor je die ruis eigenlijk weer een beetje weg kunt filteren vervolgens. En dat hebben we dus hier ook geprobeerd met reconstructies te maken. Hoe werken die reconstructies nou? Nou, dit is eigenlijk de basis die je krijgt. Dus je maakt een scan van Dory en dit is de basisinformatie die je krijgt. En dan gaat Dory eigenlijk weer terugkijken naar de bron en die kijkt, goh, wat was mijn broninformatie en kan ik daar misschien meer op gaan lijken? Nou, dat lukt. Kan het misschien nog beter worden? Dus Dory gaat nog een keer terug naar die bron. Wordt het nog wat beter? Begint er steeds meer op te lijken? Nou, dit is perfect. Nu denkt Dory, ik lijk heel veel op mezelf, maar kan het misschien nog beter? Dus je kunt nog meer reconstructies maken. En dan zie je dat hij eigenlijk wel misschien een klein beetje is doorgeslagen, onze Dory. Dus dat dit misschien een beetje te plastic is. Wat goed is om te beseffen is dat deze reconstructies, die beeldkwaliteit en wat wij mooi vinden, heel erg verschilt per scanner bijvoorbeeld, maar ook per lichaamsregio waar je naar gaat kijken. En ook per radioloog. De ene radioloog heeft meer, wil meer wat korrelige plaatjes, terwijl de andere radioloog misschien wel een voorkeur heeft voor deze variant van Dory. Maar in deze studie
in onderzoek van de buik, hebben wij voor onze factoren eigenlijk aangetoond dat een sterkte 4, waarin wij nu DORI denk ik ook allemaal het mooiste vonden, dat je dan tot 10-40% minder straling kunt geven. Goed, dan zijn we bij het één na laatste hoofdstuk. En hierin zijn we eigenlijk gaan zoeken naar die balans tussen de hoeveelheid contrastmiddel en de hoeveelheid straling. Want vanwege een natuurkundig fenomeen moet je die twee dingen eigenlijk als één parameter. Je moet die beïnvloeden elkaar. En dat zie je heel mooi in deze grafiek. Opnieuw zie je op de y-as zie je de aankleuring van de lever die van beneden naar boven toeneemt. En op de x-as zie je hoeveel contrastmiddel je hebt gegeven. Links helemaal niks en rechts heel veel contrastmiddel. En het is waarschijnlijk een open deur. Hoe meer contrastmiddel je geeft, hoe meer aankleuring van de lever je ook zult zien. Maar wat opvalt is als je kijkt naar de groene lijn, als je weinig straling geeft, dan zie je dat die aankleuring van die lever hoger is dan wanneer je veel straling geeft. En dat is door een natuurkundig fenomeen komt dat, maar dat betekent dus eigenlijk dat als je de straling vermindert, je ook je hoeveelheid contrastmiddel in theorie zou kunnen verminderen. Moet je daarbij natuurlijk wel opletten dat je niet te veel ruis krijgt in je plaatjes, maar het zijn wel twee factoren die je op elkaar af kunt stemmen. En dat hebben we met het volgende theorie geprobeerd aan te tonen. Hoe kan je die twee nu op elkaar afstemmen? En dit is een theorie die we uit de literatuur hebben gehaald, waarbij als je 10 punten omlaag gaat in je hoeveelheid straling, je ook 10% omlaag kan in je hoeveelheid contrastmiddel. Dat hebben we vervolgens in een grote studie met 256 patiënten gecontroleerd, waarin we die balans hebben proberen te toetsen. En wat we daarin zagen is dat we door die factoren mee te nemen eigenlijk die homogene aankleuring kunnen krijgen van die lever bij iedere patiënt dat die hetzelfde is, ongeacht het gewicht van de patiënt en ongeacht de hoeveelheid straling die we gebruiken. Dit is dan een voorbeeld van een patiënt die heeft meegedaan aan deze studie. Die is 2 keer gescand. De eerste keer met 120 punten straling en 100% van het contrastmiddel. De volgende keer met 30 punten minder, dus 90 punten straling. En dus ook 30% minder contrastmiddel. En wat je dan ziet is als je kijkt naar die aankleuring van de lever, dat die eigenlijk vrijwel identiek is tussen die twee scans. Dus dat laat eigenlijk zien dat we door die regel de contrastmiddeldosis en de straling op elkaar kunnen aanpassen. In het laatste hoofdstuk hebben we gekeken naar het verwarmen van contrastmiddel. Of dat nuttig is of niet voor het patiëntencomfort. Dus vinden patiënten het prettiger, hebben ze minder pijn, beter comfort, als we het contrastmiddel voordat we het toedienen verwarmen of juist op kamertemperatuur geven. We hebben daarin 216 patiënten geïncludeerd, waarbij de helft verwarmd contrastmiddel kreeg en de andere helft niet verwarmd contrastmiddel. En we hebben ze toen gevraagd wat ze daarvan vonden. De reden voor deze studie was eigenlijk dat er een verschil is tussen de Europese richtlijn en de Amerikaanse richtlijn. De Europese richtlijn zegt eigenlijk dat je altijd je contrastmiddel moet voorverwarmen, ongeacht welke factoren en gebaseerd puur op common sense en expert opinion. Terwijl als je kijkt naar de Amerikaanse richtlijn, die zegt eigenlijk dat je het contrastmiddel niet altijd hoeft voor te verwarmen en dat het alleen maar onder bepaalde condities moet. Dus vandaar dat we deze studie hebben gedaan. En als we dan gaan kijken naar het comfort van de patiënt, dan zien we eigenlijk links het comfort van de patiënt bij het toedienen van contrastmiddel op kamertemperatuur, rechts verwarmd. Als je dan kijkt naar de blauwe en de groene taartpunt, wat een excellent tot goed comfort is, dan zie je eigenlijk dat die patiënten dit allebei behoorlijk comfortabel vonden. En dat er zelfs misschien een voorkeur was voor contrastmiddel op kamertemperatuur. Conclusie is dus dat we contrastmiddel, in ieder geval een CT van de buik, prima niet verwarmd kunnen toedienen. En dat scheelt gewoon werk van de laborant. Je hoeft het contrastmiddel niet te verwarmen. Maar goed, misschien is het jullie nu ook allemaal een beetje gaan duizelen, al die verschillende parameters. En dat zou denk ik ook best wel bij de laborant het geval kunnen zijn. Want er zijn enorm veel factoren waar je rekening mee moet houden om bij die perfecte scan van de buik aan te komen. En daarom hopen we eigenlijk dat het laatste hoofdstuk wellicht kan bijdragen. Dit is artificial intelligence. En wellicht dat dit er in de toekomst voor kan zorgen dat al deze factoren veel meer automatisch bepaald worden door de scanner. De scanner weegt bijvoorbeeld hoe zwaar een patiënt is, weet wat de leeftijd is van de patiënt, weet wat de klinische gegevens zijn, weet vervolgens welke KV, welke stralingsdosis er wordt gebruikt en kan hier vervolgens het optimale scanprotocol voor die patiënt van maken. Dus ik dank u voor uw aandacht en ik geef het woord graag terug aan de prorector. Hartelijk dank voor uw presentatie. Dan zal de oppositie worden geopend door professor De Haan, hoogleraar radiologie aan deze instelling. Hij was voorzitter van de beoordelingscommissie en is secretaris van deze promotiecommissie. Professor De Haan. Dank u, meneer de prorector.
Geachte mevrouw de promovendus, nu gaan we. 3 kwartier waar je weken naar uit hebt gekeken. Van harte gefeliciteerd met de totstandkoming van je proefschrift. Mooi vormgegeven boekwerk waar je ongetwijfeld ontzettend trots op zou zijn. Ook wil ik nadrukkelijk het promotieteam betrekken bij deze felicitaties. Het is een bijzondere dag voor ons beiden, waarbij ik van ganse harte hoop dat de cirkel, zoals je in uw dankwoord heeft aangegeven, die we vandaag kennelijk rond hebben gemaakt, dat die nog ruime tijd intact blijft. Ik heb uw werk met veel interesse gelezen. De raakvlakken met mijn werk als interventierheiloog zijn beperkt. Dus al die scan- en reconstructieparameters begonnen mij ook wat te duizelen. Maar toch zijn er een aantal dingen die ik wel met u wil bediscussiëren. Daarbij hoop ik van het ene hoofdstuk naar het andere hoofdstuk. Maar eerst een algemene vraag. In al uw hoofdstukken en artikelen geeft u aan dat uw werk is uitgevoerd op de third generation van de dual source scanner, de zogenaamde Somatom Force, van een niet nader te noemen Duitse firma. Maar zijn nou deze resultaten allemaal te extrapoleren naar andere systemen? En is het ook zo dat wij bij iedere upgrade van zo'n systeem weer deze exercitie moeten uitvoeren? Hooggeleerde opponent, dank voor je vraag en uw mooie woorden. Uw vraag is eigenlijk, wij gebruiken inderdaad in al onze studies gebruiken we onze beste scanner. Kunnen we dat dus wel vertalen naar een onze andere scanners van hetzelfde merk, maar ook naar bijvoorbeeld een scanner van een compleet ander merk in een ander ziekenhuis? Ik denk dat het antwoord ja is, voor in ieder geval een groot deel. Wat betreft het contrastmiddel is het wat mij betreft gewoon een natuurkundig fenomeen, hoe je het contrastmiddel kunt aanpassen, bijvoorbeeld aan het lichaamsgewicht van de patiënt, maar ook aan het KV. Dus wat mij betreft zou je dat heel makkelijk kunnen vertalen in ieder ziekenhuis en in ieder ziekenhuis kunnen overnemen. Dan ben ik het wel eens dat we dat nog niet in de praktijk hebben uitgevoerd, maar daar gaan we wel een studie naar doen om aan te tonen dat dit daadwerkelijk in de praktijk ook in andere ziekenhuizen zo zou kunnen werken. Wat betreft de stralingsdosis is het denk ik een ingewikkelder topic. En bijvoorbeeld het hoofdstuk 4, waarin we op zoek zijn gegaan naar de perfecte mas, dus de perfecte buisstroom en de perfecte iteratieve reconstructiefactor, dan is het vervelende antwoord inderdaad dat dat iets is wat je eigenlijk voor iedere scanner afzonderlijk en zelfs voor iedere vraagstelling apart zou moeten uitzoeken. En gaat dat dan werken? Of moet artificial intelligence daarbij helpen? Nou, ik denk dat een heel groot deel van die dingen wordt al gedaan eigenlijk door de scanner. Bijvoorbeeld het optimale tube voltage en de optimale buis, de mas, wordt eigenlijk al bepaald door de scanner. In ieder geval als je redelijk up-to-date scanners hebt. Dan afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet, nou in dit geval een CT van de buik, dan schuif je een patiënt onder de scanner, dan maakt de scanner een topogram en eigenlijk op basis daarvan zegt de scanner, nou dit is voor deze patiënt de optimale buisstroom en de optimale buisspanning om tot die perfecte beeldkwaliteit te komen. Dus deels doet hij dat al wel zelf. Waarbij het wel zo is dat die referentiewaarde waarmee je zegt bij die standaard patiënt heb ik met die referentiewaarde de perfecte scan, dat is wel iets wat je vendor meestal invult, maar waar je zelf natuurlijk aan kunt sleutelen. En als je daaraan zou willen sleutelen, dan moet je dat wel zelf uitzoeken hoe dat het werkt. Ja. Lijkt me nog niet zo makkelijk. Maar nu we het toch over de perfecte scan hebben, u zegt het ook in uw leekverhaaltje, dan is het zo dat u bij een buisspanning, of was het nou buisstroom van 90% en een iteratieve constructie van 4, dat eigenlijk wel de meest geschikte parameters zijn voor detectie van leverafwijkingen. Zelfs beter dan de 100% en 2 iteratieve reconstructies. Nou, prachtig, want dat scheelt weer aan straling, maar daarbij is het wel een beetje, tot mijn verbazing is het wel zo dat dan ongeveer 15% van de scans van een gemiddelde of zelfs mindere kwaliteit zijn. Vindt u dat dan wel acceptabel als er 50% van de scans in theorie in ieder geval over moeten om een ideaal plaatje in die overige 85% te halen? Ik denk dat 15% inderdaad vrij veel is. Alhoewel als ik naar de rest van de hoofdstukken kijk, ik heb eigenlijk de meeste beoordelingen gedaan samen met mijn co-promotor, waarbij ik eigenlijk heb gezien dat we over het algemeen redelijk soft zijn in het beoordelen. We vinden over het algemeen onze beeldkwaliteit vrij goed.
Dus dat het in dit geval, dat het in dit geval 15% minder is, is inderdaad niet best. Van de andere kant ging dat volgens mij over de scans waarbij de stralingsdosis vrij laag is gehouden. Dus als je 60% van je stralingsdosis houdt, dan is de beeldkwaliteit natuurlijk ook niet best. Nee. En dan kun je daar heel veel iteratieve reconstructiesterktes overheen gooien, maar dan wordt het nooit beter. Ten aanzien van het eerste deel van de vraag, het feit dat de iteratieve reconstructiesterkte 4 bij 90% het beste uit de bus komt, is eigenlijk ook niet helemaal eerlijk om te vergelijken natuurlijk, want we vergelijken het met 100% op iteratieve reconstructiesterkte 2. En idealiter had je hier natuurlijk ook een iteratieve reconstructiesterkte 4 op 100% bij gehad, want als je een beetje kijkt naar de rest van de lijn, verwacht je eigenlijk dat dat misschien nog wel beter is. Dus dat wordt ook nader onderzoek naar gedaan? Nee, want het is heel vervelende software om mee te werken. Nou, misschien kan die co-promotor dan voor de rekening nemen. Tot slot, u heeft het net al over de ideale scan. En in hoofdstuk 7 heeft u het over een ideale tailor-made contrastprotocollen die bij variërende buisspanningen, en daarmee introduceert hij de 10-10 rule, die ik zelf niet helemaal begrijp, maar vooruit, dat ligt waarschijnlijk aan mij. Maar in het betreffende abstract stelt u dat zelfs de adaptatie van contrastprotocollen en KV-setting noodzakelijk zijn voor een robuuste contrastaankleuring in de patiënt. Nou, ronkende taal. Voor iemand als jonge radioloog en onderzoeker siert dat u. Maar hoe verklaart het dan dat in de dagelijkse praktijk dat niet zo is? Dagelijks, ook op onze afdeling, en zelfs uw co-promotor zou het met me eens zijn, komen wij rottige scans tegen. Hoe komt dat dan? Ik denk één, dat je patiëntenfactoren hebt natuurlijk. Als je een patiënt hebt die gewoon simpelweg de ademhalingsinstructies niet kan volhouden, dan is het gewoon geen mooie scan. Als een patiënt gaat bewegen, dat is denk ik één van de dingen, daar hebben wij niet zoveel invloed op. Daarnaast varen wij wel heel erg op de scanner. De scanner bepaalt wat het KV is en de mast dat we gebruiken. En ik denk als bijvoorbeeld een patiënt heel veel ascites bevat, dat daar veel vocht in de buik zit en dat kan die scanner eigenlijk niet een beetje afgeleid? Nee. Ga door. Dat als er veel ascites zit in de buik, dat eigenlijk die scanner dat aan de buitenkant niet helemaal in kan schatten. Die gaat er eigenlijk van uit dat die buik gewoon vol zit met vet en dat hij daar met de toediening van de straling eigenlijk niet zoveel last van heeft. Dus dat is denk ik de reden dat soms ook gewoon patiëntenfactoren meespelen waar wij geen invloed op hebben. Ook bijvoorbeeld cardiac output, ondanks dat ik denk dat het bij de lever wat minder van invloed is, omdat die timing gewoon iets minder ingewikkeld is dan bijvoorbeeld een vasculaire scan, toch denk ik dat ook een cardiac output best wel van invloed kan zijn. We zien natuurlijk heel veel patiënten met een levercirrose. Daar is de hele vaatvoorziening ook anders. Ja. En ik denk dat je daar eigenlijk nog anders weer naar zou moeten gaan kijken van, goh, moet je daar nog dingen aanpassen om ook bij die patiënten op voorhand al wat dingen aan te kunnen passen en een betere scan te kunnen krijgen. Tot slot, en dat is de reden dat ik rondkeek, een hele korte vraag, ook een kort antwoord, want ik keek even rond of Nienke in de zaal zat. Dat is wel, oh, je zit daar. Dezelfde vraag heb ik haar naam ook gesteld. Een van de dagelijkse irritaties voor mij als interventieradioloog is bij het beoordelen van CTA's, is dat de scanner het contrast inhaalt. Is dat op een of andere manier te voorkomen? Nienke had er geen antwoord op, maar dat daar gelaten. Dat de scanner het contrast inhaalt. Ik denk wel dat je daar wat aan kunt doen. Want bij CTA's doen jullie volgens mij een bolus tracking, toch? Ja. En dat betekent eigenlijk dat je een timing doet van je bolus, waarbij je die op een kort stukje bepaalt. En als je eigenlijk een bolus tracking zou doen, ook nog in de benen volgens mij, dat je hem op twee niveaus doet, dat je hem daar eigenlijk weer kan inhalen, dan kan je daar volgens mij voor komen. Dat hoop ik ook. Ja. Ik geef graag het woord. Dat is niet echt mijn topic, maar volgens mij. ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Olde Damink, hoogleraar translationeel onderzoek gastro-intestinale chirurgie aan deze instelling. Hij was ook lid van de beoordelingscommissie. Dank u, meneer de prorector. En ook van mijn kant enorme complimenten voor het leuke werk dat u verricht heeft en ook voor de promotiecommissie, voor uw promotieteam. Ik ben ook leverchirurg vandaar dat ik met name ook geïnteresseerd ben in chapter 3 en 2 en 3. Maar ik heb
Iets wat me opvalt in uw proefschrift, het zijn eigenlijk twee dingen. Eigenlijk kun je best wel een beetje spelen met de contrast die je geeft. En dan wil ik u meenemen naar pagina 45 en dan op de onderste twee regels. Dan verbaast het me dat het huidige protocol 0,521 gram per kilogram geeft. Waarom is dat zo exact? Want het is toch niet nodig? Nee, dat is een hele goede vraag. En mooi, ik denk dan ook zijn dat we daarover het eens. Dan gaan we voor, hooggeleerde opponent, dank voor uw vraag. Heel goed. En uw mooie woorden. Heel goed. Nou, dan zijn wij met name geïnteresseerd in de kwaliteit van de leverparenchym. We geven allemaal chemotherapie, dan gaat die lever een beetje een stuk. Maar ik merk dat u met name het gewicht veel interessanter vindt, want daar gaat uw werk over. Klopt dat? Interessanter dan? Voor dan de kwaliteit van parenchym. Ah, ja. Ik wil heel even nog terugkomen op de eerste, de 0,521, waar dit op gebaseerd is. En dat is gebaseerd op een hele oude studie, waarin ze eigenlijk hebben gezegd van, goh, je moet minimaal 50 punten HU aankleuring hebben van de lever. En dat hebben ze vergeleken met een blanco scan. En toen hebben ze gekeken, nou dan moet je 0,521 gram jood geven om die 50 HU te halen. Dus ik ben het helemaal met u eens dat 0,01, dat je dat er best 0,001 er best af zou kunnen halen. Of 0,518 of... Nou, dat is wel weinig hoor. Oké, okay, nou, gaan we door naar het gewicht. Maar de andere vraag is een hele interessante. Want er wordt ook heel veel studies gedaan naar lean bodyweight bijvoorbeeld. En daarmee neem je wel iets, je zegt niks over de soort van lever. Vindt dus, mijn eerste vraag was leverparenchym of gewicht. Ja. U heeft gewicht onderzocht. Dus dan is mijn conclusie, denk ik, dat u afhankelijk het gewicht het meest interessant vond, toch? Ja. Dan gaat u naar uw lean bodyweight. Ja, dat had ik natuurlijk ook gezien, want ik vind het altijd heel erg leuk om naar een general discussion te gaan. Want daar concludeer je natuurlijk heel veel werk. En dan zie je op pagina 146 dat u die stap maakt dat in de toekomst misschien naar het lean bodyweight moeten gaan. Hoe bereken je eigenlijk in de radiologie lean bodyweight? Ja, je hebt een James-formule en een Boer-volume. Oh, we hebben de Hume-volume voor uw promotiecommissie heeft dat gedaan. En dat is gebaseerd op een heel mooi stuk, seminal paper 1966. Maar dit is een estimate. Dus dat gaat gewoon op basis van inschattingen. Ja. En die inschattingen zijn gedaan, zoals altijd, bij mannelijke, gezonde vrijwilligers. Als je nou kijkt naar de kwaliteit daarvan op het gebied van die leverparenchym, dat is het andere stuk dat u aanhaalt. Wat is een van de meest belangrijke stukken van het AWI? Wat komt er uit die conclusie? Dat is bij u de referentie. U heeft eigenlijk er zijn twee studies in de radiologie. Eén van het team dat daar zit over lean bodyweight die u aanhaalt en de kwaliteit van leverparenchym enhancement. En de andere is van de groep van Awai en Kanematsu. Wat is hun conclusie? Weet u dat nog? Volgens mij zeggen zij dat de lean bodyweight eigenlijk het beste is. Precies. Maar wel bij kleinere populatie, is een Chinese populatie. En? Volgens mij body surface area. Nee. Dan weet ik het niet meer. Vrouwen. Oh ja. Nou ga ik met u terug naar pagina 145. En u bent geïnteresseerd in gewicht. Want waarom bent u geïnteresseerd in gewicht? Vanwege spier-vetverdeling. Nou stratificeert u uw populatie. En dat zegt u halverwege pagina 45. Mm. Die doe ik op basis van gewicht en leeftijd. Wat mis ik? Het geslacht. Als vrouwelijke radioloog. Hè, je krijgt bijna geen grant meer tegenwoordig daar zonder. Het grappige van kiezen. Die Hume, ik heb nog eventjes verder gekeken. Ja. Hè, en als je nou kijkt, als je gewoon op basis van formules doet, nou, dan lijkt dat eigenlijk hartstikke goed, alleen maar voor de gezonde man. Kankerpatiënt, is die niet reliable? Hoe zou je een alternatief kunnen verzinnen om toch lean body mass of een andere body composition objectief te meten? En volgens mij is het iets wat u in uw studies veel doet door op niveau van L3 eigenlijk te kijken naar de spiermassa en dan de radiation attenuation. Ja, maar je krijgt ook gratis de vetverdeling erbij. Hè? Ja. En ik wil een hele korte stap maken naar AI, want hoe zou je dat kunnen toepassen in een automatisch protocol? Ik denk dat AI eigenlijk dat in theorie zelf zou moeten kunnen, als je gewoon één koepen maakt op dat niveau door de buik en daar AI op loslaat voorafgaand aan je scan, dat je dat zeker zou moeten kunnen gebruiken. Nou, met uw promotor hebben we daar hele projecten in 6000 scans, blijkt enkele milliseconden krijgen die informatie. Is dat toepasbaar? Kun je een blanco scan doen zonder contrast en heb je daar veel tijdsverlies in je protocol?
Nou, we hebben dat in hoofdstuk 4 ook gedaan. Hè. Daar hebben we alle patiënten die geïncludeerd zijn, hebben we voorafgaand aan die scan, hebben we daar eigenlijk een koeper door de lever gescand van 3 mm, blanco. En daarom hebben we eigenlijk gedaan om te kijken van, goh, wat is die aankleuring en halen we die aankleuring van meer dan 50 HU, zoals uit de paper van Heike uit 1980, nou lang geleden in ieder geval, of dat we die haalden, nou dat was zo. Maar ja, dat is niet heel veel extra tijd investering. Nee. En ook niet veel straling. Dus nou, dan kan. Hoop ik dat u aansluit in ons clubje dat hiermee verder gaat. En dan zou mijn idee zijn om dit toe te passen in de dagelijkse routine. Moeten we wel zorgen dat de KV's ook gelijk gaan houden en zo. Nog een keer? De KV's en de hoeveelheid contrastmiddel, dat we die gelijk gaan houden. Ik ben tevreden over de antwoorden. Gezien de tijd geef ik graag het woord terug aan de prorector. Dankjewel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Rennenberg, hoogleraar bevordering van kwaliteit en veiligheid in de zorg aan deze instelling. En hij was tevens lid van de beoordelingscommissie. Dank u, meneer de prorector. Geachte promovendus, ook ik wil mijn felicitaties overbrengen aan u en uw promotieteam. Echt leuk om te mogen meelezen in dit type proefschrift. En voor de mensen die nu ook denken, waarom heb je een godsnaam natuurkunde nodig als je geneeskunde gaat studeren? Om een beetje te begrijpen van wat hier gebeurt, is dat echt wel zinnig en nuttig. En dit is wel, zeg maar, radiologie is wel de uithoek van de natuurkunde, denk ik, in de geneeskundestudies. Want ik kan me geen ander, ja, misschien nucleaire geneeskunde nog, maar dan houdt het wel een beetje hetzelfde. Op. Hetzelfde. Inmiddels, ja. En ja, dat blijkt ook. En u begrijpt ook dat ik me niet waag aan allerlei natuurkundige bespiegelingen met een radioloog. Dat durf ik natuurlijk ook helemaal niet, dus ik ben zelf internist en ik kijk dan naar allerlei internistische dingen die ook gebeuren in dit boekwerk. En ja, daar gaan dan ook een paar van mijn vragen over. En ik begin even met één die ik denk ik heel interessant vond, want in één hoofdstuk, en dat, ik heb hier opgeschreven dat over op pagina 26 hoofdstuk 2 gaat, en dan gaat u het gewicht gebruiken. Het is al een paar keer genoemd en u noemde het ook heel mooi in de presentatie dat het een belangrijk gewicht was. U zei daar trouwens dat iedereen gewogen werd, maar in het chapter met het schrijft u dat aan de mensen gevraagd werd wat ze wegen. En nou is het zo, en daar is ook best wel leuk onderzoek naar, als je mensen vraagt hoe zwaar bent u, dan zeggen ze altijd dat ze lichter zijn dan dat ze echt zijn. En ook als je vraagt hoe lang bent u, zijn ze altijd langer dan dat ze in werkelijkheid zijn. En dat is heel bijzonder, dat onderzoek. En u doet dat hier ook. En het hele hoofdstuk draait een beetje om het gewicht, dat is heel belangrijk. En toch meet u dat niet precies. Hè? Was het nou zo moeilijk om iedereen onder gelijke omstandigheden met dezelfde hoeveelheid kleding aan, even op de weegschaal dan op de scanner? En hoe zit dat eigenlijk? Hooggeleerde opponent, dank voor uw vraag en uw vriendelijke woorden. Tot mijn schrik was ik inderdaad het boekje nog een keer aan het doorlezen en zag ik dat we dat inderdaad niet gedaan hadden. Dat was ik inderdaad een beetje vergeten, omdat ik dacht, we hebben het allemaal goed gedaan. Maar dat bleek niet zo te zijn. En dat is inderdaad ook een heel grote beperking van dat hoofdstuk. Want het is inderdaad niet zo moeilijk om patiënten vooraf te wegen voordat ze de CT-scanner opkomen. Bij de vervolgstudies hebben we het wel gedaan... En zien we eigenlijk dezelfde resultaten waarin we hierop voortgeborduurd hebben. Ja. Oh, dus ja, want mijn eerste volgende vraag zou zijn geweest van, dus zou het nog consequenties hebben gehad voor de uitkomst? U zegt eigenlijk van niet, maar dus het gewicht doet er eigenlijk niet toe. Dus als u het gewicht op gemiddeld zet, dan komt hetzelfde eruit? Of? Ik bedoel, als we iedereen evenveel zouden geven... Nou, in die eerste studie daar heeft u het gewicht eigenlijk niet nauwkeurig gemeten, dus daar zal wat variatie in zitten. Ja. In de vervolgstudie heeft u het nauwkeurig gemeten en dan zegt u van, nou, gelukkig maakt het geen verschil. Dus dan doet het er eigenlijk helemaal niet toe. Nou, wat je bijvoorbeeld wel ziet, is dat in die studie in hoofdstuk 2 volgens mij de standaarddeviatie wat groter is in de zwaardere gewichtscategorie. Dus het zou misschien kunnen dat die patiënten met name in de zwaardere categorie wat minder eerlijk zijn over hun gewicht. Dat daar misschien die standaarddeviatie vandaan komt. Ik denk wel, en dat is eigenlijk ook een beetje voortbedurend op het punt van professor Olde-Damink, dat ja, die 0,521, het zijn natuurlijk allemaal hele kleine factoren. Als iemand 2 kilogram verschilt, ja, heeft dat echt zoveel invloed? Ik denk het niet. Maar voor de netheid en voor deze studies denk ik wel dat het goed is. Het is zo'n makkelijke handeling om iemand even op een weegschaal te zetten. Ik bedoel, de laboranten bij ons zijn volgens mij zo dat het inmiddels gewoon via de weegschaal goed gaat. Ja, en u noemde net iets hoopgevends. De scanners kunnen binnenkort zelf, begrijp ik. Die dat zou, ja, volgens mij zijn die er wel. Ja. Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Dan is het meteen ook uit handen van de mens. En dan weet je ook zeker dat er niemand nog, zeg maar, zijn handtas in de hand heeft of dergelijks. Wat het gewicht weer beïnvloedt. Nou. En het volgende wat ik niet kon laten om te denken, u schrijft in uw inleiding eigenlijk al, kwam ik dat tegen, schrijft u van, ja, als radioloog moeten wij de mensen beschermen tegen overmaat aan straling.
En ik heb ooit geleerd, dat is allemaal gebaseerd op de zeg maar, nucleaire bommen die zo door Japan hebben gegooid. Dan hebben ze uitgerekend van hoeveel straling leidt nou op bepaalde termijn tot kanker. En dat is geëxpoleerd naar CT-scans. En het is natuurlijk heel lastig te onderzoeken, want we doen geen follow-up studies van 40, 50 jaar. Maar we denken nog steeds dat dat zo is. En dus moeten we zo laag en zo weinig mogelijk. En vervolgens gaat het grootste deel van het onderzoek gaat over mensen die al kanker hebben eigenlijk. Is dat nou... Ja, het gaat erom, we verminderen alle straling. Maar dan doen we dat in mensen die al kanker hebben en... Helpt het daar nog of doet het er daar nog toe? Ik denk dat je eigenlijk altijd op zoek moet naar zo min mogelijk straling met wel die goede beeldkwaliteit. Want als je uiteindelijk straling gebruikt en de beeldkwaliteit is slecht, dan heb je alsnog niks aan je scan. Dus je moet altijd voldoende straling hebben. Maar ik denk, we scannen niet alleen maar oudere patiënten met kanker. We scannen natuurlijk ook jongere patiënten en patiënten die gewoon prima behandeld zijn of eigenlijk al bijna uitbehandeld zijn, maar daarna nog hele jaren voor zich hebben. Dus daarvoor is het zeker relevant om wel die stralingsdosistoeveelheid te beperken. Daarnaast heb je ook gewoon straling wat verder in onze wereld terechtkomt. En je kunt dat niet helemaal beperkt houden tot je CT-ruimte. Dus ook daarvoor denk ik dat het goed is om het zoveel mogelijk te beperken. Ja, oké. Okay. Nou, dan noemt u al dat. We staan natuurlijk elke dag blootgesteld aan straling. En voor de mensen van ons die nog veel met het vliegtuig reizen, tegenwoordig bijna niet meer, maar bananen als je eten, dat nog overweegt, nou ja, als je thuis in je woonkamer zit, bij wijze van spreken, je krijgt allemaal straling binnen. Hmm. Buiten zitten helpt niet hoor, dat geeft ook straling. dat maakt op zich niet uit. Maar ik denk dan, zeg maar, dit gaat dan over zo min mogelijk straling, maar eigenlijk zou het doel moeten zijn geen straling extra toedienen, toch? En daar ging uw proefschrift natuurlijk niet over, maar u bent nu radioloog. Hè? Dus u moet vooral ook nadenken over hoe voorkom ik nou dat ik die mensen straling moet toedienen. En heeft u daar een beeld van? Hoe gaat u ons leren om minder scans aan te vragen bijvoorbeeld? Nou, ik denk wel dat het... Ik bedoel, we hebben natuurlijk de alternatieven, de echo en de MRI, die geen straling gebruiken. Waarbij het denk ik altijd goed is om te zoeken naar welke techniek je gebruikt voor welke vraagstelling. Ja, dat klinkt heel goed. Dus gewoon een alternatief bieden zonder straling, waar we in ieder geval denken dat het heel veilig is. Nee, maar ik zit een beetje met de vraag, u schrijft heel enthousiast van ja, de CT-scan van de toekomst en het wordt allemaal sneller en beter en dan kunnen we nog meer doen van CT-scans. En als u meer aanbiedt, gaan wij meer vragen. Neem de COVID-tijd, toen wilden wij graag scans van longen. Nou, we hebben tienduizenden scans gemaakt, ik weet niet, maar het zijn er heel veel geweest. We hebben extreem veel straling uitgedeeld en heel vaak... boten ons geen extra informatie, denk ik. We kregen allemaal prachtige uitslagen, gedifferentieerd. Dat hadden we in no time op de rails. Mijn complimenten daarvoor overigens. Het gaf veel dokters wel een soort houvast. Hè, van patiënten scoorden hadden met CT-scan. En nou, sterker nog, die hadden ze al voordat wij de patiënt zagen. Dus dan, die uitslag was er dan vaak al. Maar de vraag is toch een beetje, is dat nou the way to go? Hè? Moeten we meer en meer scans maken of moeten we vooral nadenken over opties die scans voorkomen? En dan doelt u ook op het preventie van ziekte bijvoorbeeld bijna? Of echt gewoon dat wij als de poort eigenlijk zeggen van... Goh, dat is geen indicatie voor een scan of denk nog eens een keer goed na. Of dat wij als radiologen meer echt in het lab gaan kijken van is het wel genoodzakelijk? Nou, dat laatste... Nou, een lab, dat laten we dat maar bij zijn de internist houden. Zijn wij niet zo goed. Maar ik denk wel dat dat zeg maar zou een heel mooi ding zijn als de radioloog zich gaat bemoeien met de indicatie. Ja, dat hij gaat zeggen tegen die... dokter die denkt van die patiënt is kortademig, ik wil een longembolie uitsluiten, dat je denkt van nou, is dat wel zo nuttig? Hè? Hoe vaak in dit soort settings is dat nou een scan die iets opbrengt, in plaats van weer die straling uit te delen? Want dat vragen wij natuurlijk heel vaak. Ik denk op zich ook wel dat wij daar in de praktijk wel mee bezig zijn. Het grootste voorbeeld is denk ik CT's, schedels bij kinderen. Die worden toch best wel veel aangevraagd op de spoed. En ik denk dat veel van mijn collega's ook eigenlijk altijd wel vragen van, goh, weet je het zeker? Want dat geeft behoorlijk veel straling op de oogbol en op de schildklier vooral. En je moet wel echt voldoende aanleiding hebben om dat te gaan geven. Maar we zijn dat met name bij kinderen zijn we daar voorzichtig mee. En bij wat jongere mensen, bij wij wat oudere mensen zijn we toch wel meer geneigd om maar te scannen. Zeker als je het niet zeker weet. Ja. Ja, en daar is ook nog wel een alternatief voor, zeg maar. Als er geen acuut dreigende situatie is, kun je gewoon observeren. Ja. En als er dan binnen een bepaalde tijd niks gebeurt, dan heb je een scan uitgesteld. De vraag is dan wel of een dag opname duurder is dan een CT-scan. Dus dat speelt dan ook weer met de zorgkosten. Ja, dan heb je het over geld en niet over kanker voorkomen. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Oké, okay, nou misschien nog een korte laatste vraag, zeg maar. Tweede ronde. Ik wou even verder gaan. Ik zie de tijd, alsjeblieft. Dan geef ik het woord graag terug in de ProRector. Dank je wel. Dank je wel.
Dan stel ik voor dat de oppositie wordt voorgezet door dokter Planken, radioloog Amsterdam UMC. Hij was lid van de beoordelingscommissie en wij danken u ten zeerste voor uw aanwezigheid bij deze academische plechtigheid. Dank u wel, meneer de prorector, geachte kandidaat. Voordat ik begin met een aantal vragen, allereerst de felicitaties voor dit schitterende proefschrift. Niet alleen de kaft is fantastisch, die ik bijna herken. Maar met name ook de inhoud sluit aan bij een hele mooie onderzoekslijn van uw promotieteam. Ook de felicitaties aan het team. In uw proefschrift komen een heleboel knoppen naar voren waar u aan zou kunnen draaien. Om te bewerkstelligen dat het veiliger is, dat het goedkoper is, dat het gezonder is voor het milieu. En ook nog beter voor de beeldkwaliteit. Maar wat is nou eigenlijk de prioriteit? Wat zou de belangrijkste parameter moeten zijn op basis waarvan je alle knoppen instelt? En bij welke knop zouden we dan moeten beginnen? Uitgaande van CTA met mijn achtergrond vanuit de cardiovasculaire. Zeer geleerde opponent, dank voor uw vraag en uw vriendelijke woorden. Ik denk dat het hangt inderdaad af van waar je naar gaat kijken. Want u heeft een achtergrond als meer cardio en ook abdomen, maar wat minder meer cardio. En dit proefschrift gaat met name over abdomen. En wat je wil optimaliseren hangt denk ik heel erg af van waar je naar gaat kijken. In het geval van de cardio-CT-scans is met name het contrast heel erg belangrijk. Je wil goed dat die coronairen gevuld zijn met contrast, zodat je daar uitsparingen en coronairlijden in aan kan tonen. Terwijl eigenlijk de rest van het weefsel wat minder relevant is op dit moment. Dus daarin zou ik met name het contrast zoveel mogelijk optimaliseren. En dat zeg je eigenlijk ook met die sliderpositie. Die zet je voor een CT van het hart op positie 11. En dat betekent ook eigenlijk dat je de hoeveelheid contrastmiddel het allerbelangrijkste vindt. Terwijl je de straling en het ruis een beetje naar de achtergrond brengt en wat meer ruis accepteert. Terwijl als je naar een CT-scan van de buik gaat kijken, dan wil je veel meer die balans. Je wil dat die lever mooi aankleurt, maar je wil ook niet te veel ruis, omdat je anders die lesies niet meer kan zien. En ik denk zeker dat in een CT-scan van de buik de mogelijkheid om tumoren met stase te kunnen detecteren is het allerbelangrijkste. En moet je altijd, je beeldkwaliteit moet altijd goed genoeg zijn om dat te kunnen doen. En daarom staat daar je sliderpositie ook op 7, omdat je die balans wil. Je wil en je straling en je contrast. Ja. En wat is de target voor een CTA, voor de aankleuring bijvoorbeeld? Dat is de HU, de aankleuring van een... Ja, en welk level zou u op zoek gaan voor de beste beeldkwaliteit? Ik snap de vraag niet. Wat is de target HU-waarde van een coronair voor de beste 325, maar daar hebben we een meningsverschil over, geloof ik. En is dat, daar ga ik niet op in op het meningsverschil, dat respecteer ik, maar is dat een lower limit, een upper limit of de sweet spot? Ik denk dat 325, als het daaronder is, zie je toch vaak dat het onvoldoende is. Maar het is wel lastig, want je kunt soms in een proximale coronair een aankleuring hebben boven de 325, terwijl dan distaal het op een of andere reden dat niet is. Dus als je het dan meet proximaal, zeg je hij is voldoende, maar distaal is het dan nog twijfelachtig. Dus boven de 325 is goed, maar je moet wel altijd een beetje blijven kijken en nadenken. Ja, helemaal mee eens. En ik kan me voorstellen, als je mikt op een bepaalde HU-waarde, hè, dan zit je vast aan een bepaalde contrastprotocol, afhankelijk van wat je anders kiest. En u gaf het zelf al aan, de scanner geeft eigenlijk al aan, ik kies voor een HU-waarde. Hè? Daar komt hij mee op basis van het scanogram. En dan pas je je op basis van KV en lichaamsgewicht, dus je IDR aan. En dan kom je uit op een hele mooie HU-waarde. Althans, dat blijkt ook uit het proefschrift, best wel stabiel goed. Waarom zou je dat niet ook vertalen naar parenchymorganen? Want op dit moment kijk je naar het parenchymorganen op een hele late fase, waarin het helemaal uitgemiddeld is en zit je in een heel andere range van IDR's dan die je zou toepassen bij CTA's. Waarom? Daar heb ik toevallig ook gisteren inderdaad nog even over na zitten denken. Maar het contrastmiddel verspreidt zich natuurlijk door het lichaam. Het komt via de subclavia, uiteindelijk door het hart. Dan krijg je de vasculatuur en dan verspreidt het zich door het lichaam. Dus ik denk ook het individualiseren op basis van de IDR... En of bijvoorbeeld de flow rate heeft in dat opzicht denk ik niet zoveel zin. Omdat je kunt dat wel wat verhogen, maar het gaat uiteindelijk mee met de rest van de bloedpool en is gewoon weer aangepast. Dus ik denk dat het niet... Ik onderbreek u even. Als je nou het hart ziet als een parenchymorgaan, dat kleurt ook aan, WEM. Mm-hmm. En de inputfunctie is de arterie, bij de meeste organen. De lever is misschien complex, maar ook een nier. Zou je niet die inputfunctie juist moeten instellen om te zorgen dat je parenchym gecontroleerd aankleurt en daarmee ook lesies beter te kwantificeren zijn? Want op dit moment
kijk je naar een delta HU om te zeggen iets kleurt arterioïde aan of niet. Maar kun je dat niet veel preciezer zeggen als je ook de inputfunctie standaardiseert? Op basis van een testbolus bijvoorbeeld. Ja, en ja. Gewicht en café. Ja, dat is zeker een goeie. Er zijn toevallige laboranten bij ons die daar nu ook naar aan het kijken zijn. Of die testbolus misschien beter is dan... Want wij hebben altijd op 70 seconden gedaan. En dat heeft natuurlijk zeker nadelen. Terwijl ik denk als je inderdaad een testbolus geeft... dat je ook met name de patiënten met een cardiac output die wat slechter is... dat je die er op die manier uitvist. Ja. Dus ja, in dat opzicht zou het zeker goed zijn om de dingen te combineren. Ja. Heel spannend, ik kijk er heel erg naar uit. Ik wil toch nog even van de tijd gebruik maken en terugkomen op een stelling. Okay. En ik zou willen vragen of misschien een van de paranimfen de eerste stelling wil voorlezen. De eerste stelling luidt, a one-size-fits-all protocol should no longer be used. Oké, en dan in hoofdstuk, het laatste hoofdstuk over AI. Zouden we dat misschien nog anders kunnen bekijken? Is a one-size-fits-all misschien niet sterker als je het hebt over radiomics en AI? Nee, dat denk ik niet. Want ik denk, je wil juist voor radiomics dat je alle randvoorwaarden er denk ik uithaalt. Dus als je patiënten met een ander KV scant of een andere hoeveelheid contrastmiddel, dan ga je verschil introduceren wat die AI en radiomics en andere technieken juist gaan opvangen als een verschil. Dus ik denk juist dat je wil dat de aankleuring van in dit geval de lever voor iedere patiënt ongeveer hetzelfde is en dat de ruis ongeveer hetzelfde is, zodat je zeker weet dat AI en radiomics dat niet meeneemt als parameters om zijn uitslag op te baseren. Ben ik deels met u eens. Ik denk dat je twee kanten op kan gaan. Als je gaat proberen alles tailor te maken, dan haal je een heleboel variabelen eigenlijk weg. En ik denk dat als je de input tailor-made maakt, dat dan parenchymeigenschappen en lesies veel gedifferentieerder naar voren komen in het beeld. En dat je dan met een sleepnet veel beter de verschillen eruit kunt halen. Dus ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Maar ik dank u wel voor uw antwoord. Geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door dokter Lambrechts, radioloog aan het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En zij was ook lid van de beoordelingscommissie. En ook voor u hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij deze plechtigheid. Ja, dank u wel, meneer de prorector. Mevrouw de promovendus, het blijft gek om dat te zeggen. Ik wil u ook zeer hartelijk feliciteren met uw mooie en ook zeer volle, rijk gevulde proefschrift. En ook mijn hartelijke felicitaties aan uw promotieteam. Ja, ik ben zelf als radioloog en overigens ook mijn dank voor het introduceren van Disney in uw leuke praatje. Dat wordt ook zeer gewaardeerd. Ik ben zelf als radioloog, maar ook als onderzoeker, laat ik zeggen dat ik een lichte tot sterke voorkeur heb voor MRI boven CT. Ik heb besloten om u ook geen ingewikkelde vragen te stellen over CT-parameters. Maar ik wilde wel heel graag met u van gedachten wisselen over de eindpunten van veel van uw studies. U gaat heel erg op zoek naar de optimale beeldkwaliteit en probeert daar uw protocollen zo goed mogelijk op af te stemmen. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de discussie van hoofdstuk 4 op pagina 73, dan zegt u van er is best wel een disbalans van wat voor dosisreductie we acceptabel vinden als we kijken naar de objectief gemeten kwaliteitsparameters en als we dat dan vergelijken met de subjectieve kwaliteitswaarneming. En u zegt er ook van het is eigenlijk het advies voor toekomstig onderzoek, daar moeten betere criteria komen voor het vaststellen van wat is nu een goede beeldkwaliteit. Daar komt u in uw algemene discussie ook op terug, maar wat ik een beetje mis is, hoe moet ik dat dan voor me zien? Heeft u ideeën over hoe we beter dan de maat kwaliteit zouden kunnen gaan vaststellen voor toekomstig onderzoek? Ja, zeer geleerde opponent, dank voor uw vraag en uw mooie woorden. Ik denk dat inderdaad een groot probleem is van dit proefschrift, en dat zeggen we ook inderdaad in de discussie, dat het vaststellen van of iets een voldoende beeldkwaliteit is gebaseerd is op je SNR en je CNR, waarbij eigenlijk geen duidelijke afkapwaarden zijn. Dus we vinden een hele brede range en onze waarden vallen binnen die range. Maar is het dan voldoende of niet? Nou, dan beoordelen we het subjectief en komen we tot de conclusie dat het dan waarschijnlijk wel zou zijn. Maar het is een beetje discutabel. En er zijn op dit moment wel verschillende onderzoekers ook die bezig zijn om te kijken van, goh, kunnen we dat meer objectiveren? En bijvoorbeeld aan de hand van onze subjectieve beoordeling, waarbij wij dan zeggen op basis van scans
van goh, dit vinden we goed of dit vinden we niet goed en we vinden hier de aankleuring goed of we vinden die niet goed, dat ze gaan kijken of ze daar algoritme voor kunnen maken om dat dan eigenlijk een objectievere parameter van te maken, zodat je uiteindelijk altijd op je scans kunt zeggen, nou, we laten dat algoritme daarna kijken en die vindt het voldoende of niet. Ik denk nog steeds dat je daarbij je contrast to noise en je signal to noise ratio bijvoorbeeld als basis kunt houden. Maar er zijn ook andere modellen waar ik niet slim genoeg voor ben. Maar bijvoorbeeld het Rose model heb ik wel eens iets over gelezen. Dat is ook een soort wiskundige formule die je kunt loslaten op je beeldkwaliteit. En daarmee iets betrouwbaarder wordt. Er zijn allerlei onderzoekers eigenlijk bezig om te kijken of we dat betrouwbaarder en consistentere maat voor kunnen maken. Ja. Ja, want u stipt daar een translatie van de subjectieve kwaliteit richting meer objectieve parameters aan. En die subjectieve kwaliteitsmeting, dat was ook wel iets wat me intrigeerde door uw proefschrift. Want in de algemene discussie haalt u terecht aan van zo'n maat is subjectief. Dus dat blijft ook heel erg afhankelijk van de persoon die het heeft beoordeeld en persoonlijke voorkeur. En dan viel het me op dat in alle vijfde hoofdstukken u zelf en mijn buurman op rechts de onderzoeken hebben beoordeeld in consensus. Dus u heeft er niet voor gekozen om te kijken wat variatie in beoordeling tussen individuen voor impact zou kunnen hebben op uw resultaten. En dan, ja, als ik het zou moeten inschatten, denk ik dat dat nog best wel een bias zou kunnen geven van uw studieresultaten. U gaf zelf net al aan in een van uw antwoorden, wij hebben best wel mild naar de scans gekeken. Hebben jullie daarover nagedacht om dat toch meer te incorporeren in de studieopzet? Ja, we hebben het ook wel eens gedaan, dat we het apart hebben beoordeeld. Alleen wat daar lastig aan is dat je, of je een 3 of een 4 geeft, of een 4 of een 5, wat allebei eigenlijk nog wel voldoende is, heeft dan enorm veel effect eigenlijk op je kappa-waarde, die je dan gaat berekenen. Dus we kregen daar een hele lage kappa uit, terwijl als we het gewoon naast elkaar legden, dachten we, ja, dan zitten we eigenlijk op hetzelfde niveau. Dus dat maakt het heel lastig. En ook als ik het proefschrift nog een keer heb gelezen, dacht ik, we vinden eigenlijk alles wat we maken mooi. Dus het is een beetje, we controleren onszelf en vinden wat we doen goed. Dus dat is zeker een lastig punt. Sorry dat ik onderbreek, maar want ik zag dat in volgens mij 3 van de 5 hoofdstukken heeft u gekozen voor een algemene Likert scale. Dus u zegt dan over de hele beeldkwaliteit in het geheel, dit is onze beoordeling van de kwaliteit. En in enkele van de andere studies kiest u er wel voor om specifiek te kijken naar lesion detectability, ruis. Ik kan me voorstellen dat er wel een tussenweg is waarbij je toch meer gerichte criteria introduceert waarop je de kwaliteit beoordeelt in een algemene. Hoe mooi vond ik dit plaatje? Het is natuurlijk best wel een grove maat. Ja, het grappige is alleen als we wel het hoofdstuk 6 is dat geloof ik met de varkentjes. Nee, 5 is dat. Daar hebben we het inderdaad losgetrokken. En daar is het wel heel grappig dat als je gaat kijken naar de verschil in resultaten, dan zie je ondanks dat we in het EDE-protocol de patiënt of het varken veel minder contrast geven dan in de andere, dat we de contrasten eigenlijk subjectief nog steeds als goed beoordelen en dat we daar geen significant verschil in zitten. Dus daaruit hebben we ook geconcludeerd van, goh, hoe goed zijn wij nou eigenlijk in het uit elkaar trekken van die verschillende parameters? Want blijkbaar, het is natuurlijk maar 6 varkentjes, superkleine populatie, vraag is of het standhoudt als je het in mensen doet en in een grotere populatie. Maar de vraag is wel, denk ik, hoe goed zijn wij om die dingen uit elkaar te trekken? Want ik denk dat een van de verklaringen dat wij dat contrast daar nog steeds als goed beoordelen, is omdat we meenemen dat die plaatjes gewoon minder ruizig zijn als je minder contrast geeft, maar wel meer straling. En dat we het daardoor gewoon meer waarderen dan dat we het dus gewoon niet zo goed kunnen lostrekken. Ja. Dus de vraag is, ik denk nog steeds dat het zinvol is om andere factoren en dat alleen overall beoordelen eigenlijk een beetje voorbij gaat aan de brede scala aan data wat je zou kunnen beoordelen. Maar de vraag is denk ik nog steeds of wij subjectief in staat zijn om al die factoren uit elkaar te trekken. Ja, dat ben ik wel met u eens dat de juiste weg waarschijnlijk ergens in het midden ligt. Ja. Ik wilde ook nog heel kort met u sparren over eigenlijk, het raakt aan hoofdstuk 8, de inzet van AI voor workflow planning. Ik werk zelf in een oncologisch instituut waar patiënten dus bij uitstek herhaaldelijke scans krijgen, maar waar ook de body composition, maar ook andere factoren van de patiënt over de tijd heel erg veranderen. Als we bijvoorbeeld naar de lever kijken, zoals in hoofdstuk 5 geadresseerd, zien we ten gevolge van intraarteriële chemotherapie, bestraling van de lever, gewoon heel veel veranderingen optreden in het parenchym. Collega Olde-Duiming refereerde er ook al naar. Ik kan me voorstellen dat er in de toekomst, zeker voor dit soort patiëntengroepen, wel een weg nodig is om andere parameters mee te nemen bij protocolkeuze. En bijvoorbeeld ook veel meer te kijken naar
labparameters en andere dingen, een soort risk-adapted strategieën in te stellen. Wat zijn uw gedachten daarover, voor specifiek dit soort patiëntengroepen? Ik denk dat het inderdaad wel interessant is, want dit is natuurlijk gebaseerd op inderdaad een redelijk gezonde populatie waarbij alles redelijk normaal loopt. Maar ik kan me wel vinden in het idee dat je inderdaad op een bepaald moment gaat bedenken, nou, die patiënt, daarbij weten we bijvoorbeeld dat de cardiac output anders is of dat die minder goed is. Of andere factoren die een rol spelen waardoor die aankleuring van die lever bijvoorbeeld vertraagd is. En dat je die eigenlijk aan de poort eigenlijk al zegt, nou, daar passen we het scanprotocol aan. Daar scannen we wat later of we geven wat meer. Of we geven wat meer straling omdat we weten dat daar de kwaliteit toch altijd wat slechter is. Dus dat je een soort van subgroepen gaat maken van, goh, die patiënten, daar moet het protocol net nog wat anders tweaken, zeg maar, om diezelfde beeldkwaliteit te krijgen. En vermoedt u dat de input dan met name moet komen uit variabelen die in het patiëntendossier zitten? Dus bijvoorbeeld veranderingen in lab? Of denkt u dat het echt om harde analyse van testbeeldvorming of eerdere beeldvorming is om die protocollen te gaan halen? Nou, kort antwoord alstublieft. Ik denk dat je wel meer informatie kan halen uit bijvoorbeeld je scoutview. Ook uit eerdere beeldvorming bijvoorbeeld zou je kunnen gebruiken om dit om je data op te baseren, maar deels denk ik ook gewoon dossierkennis en voorgeschiedenis van de patiënt. Oké, dank u voor uw antwoord. Ik geef het woord graag terug. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door dokter Jacobi Postma, radioloog aan het MUMC Alier. Dank je wel. Geachte promovendus, allereerst van harte gefeliciteerd met de totstandkoming van dit prachtige boekje. Ik heb met veel plezier zowel de buiten- als de binnenkant bekeken en ook de felicitaties aan de overkant aan het promotieteam. Personalized medicine op de CT op den top, prachtig. De meesten denken dat een neuroradioloog met name naar de MRI kijkt, maar ik ben zeer onder de indruk van het boekje. U kijkt naar KV, u kijkt naar MAS, u kijkt naar contrast. Verzin het en u hebt ernaar gekeken. Alles prachtig. KV een beetje omhoog, contrast een beetje naar beneden. Alle kanten op. Nou krijgen we natuurlijk binnenkort een prachtige nieuwe CT-scanner. U weet daar van alles van, de collega's aan de overkant ook. En dan is maar de vraag, wat hier allemaal nog van bruikbaar is. Dus ik zou heel graag de paranimfen een aantal stellingen willen laten voorlezen, alvorens mijn vraag te stellen. En graag in de volgorde, ik moet even naar de andere kant, 5, 9 en 10. Ze hebben een verdeling gemaakt. Stelling 5. New developments in computer tomography will ensure that this technology continues to be the workhorse in daily clinical practice. Stelling 9. I did not think I investigated. En stelling 10. Een solid materiaal en methods is het begin van een goed artikel. De nieuwe scanner scant standaard met een hoog KVP, dus niks meer, 90 KV. Veel minder personalized, zou je zeggen. In eerste instantie zou je dus kunnen denken dat al het werk wat je in het prachtige boek hebt gestopt, wellicht overbodig is geweest, maar ik geloof dat niet, want u geeft zelf aan, nieuwe technologieën zijn nodig, evenals goed opgezet onderzoek. Hoe zou u nou een onderzoek willen opstellen, rechtdoend aan de inhoud van het proefschrift, qua dosis, contrast en beeldkwaliteit, maar waarbij u ook optimaal gaat gebruik maken van de technieken van de nieuwe scanner? Zeer geleerde opponent, dank voor uw vraag en ook uw mooie woorden. Ten eerste denk ik dat de komst van die scanner juist inderdaad de toekomst gaat zijn en dat we over 20 jaar hopelijk allemaal gebruik maken van dit soort scanners. Want een van de voordelen daarvan is in lijn met dit proefschrift, namelijk dat de stralingsdosis verminderd kan worden door die scanner te gebruiken. Of dat je beeldkwaliteit nog beter wordt, eigenlijk een van de twee. En het is inderdaad zo dat dat die scanners over het algemeen met KVP met 120 KVP scannen. Maar je kunt daar wel vervolgens reconstructies van maken, mono-energetische reconstructies van maken, waardoor je bijvoorbeeld ook scans kunt, reconstructies kunt maken met een lager KV. Dus waarbij je attenuatie van je jodium juist toeneemt. Dus misschien ook wel weer opties geeft om je hoeveelheid contrastmiddel te verminderen, omdat je de informatie van die twee scans, of die hele rits aan scans eigenlijk kunt combineren. Je hebt scans met
perfecte ruis, maar je hebt ook scans met juist een betere aankleuring van je contrastmiddel. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe die scans er daadwerkelijk uit gaan zien. En dan denk ik dat we eens moeten gaan kijken van, goh, met de huidige protocollen die we hebben, hoe ziet dan die beeldkwaliteit eruit? Hoe kunnen we dan op basis van die nieuwe scanner, de stralingsdosis zal het laatste zijn, maar met name het contrastmiddel gaan kijken van, goh, hoe kunnen we dat weer verder gaan individualiseren? En ook bijvoorbeeld die mono-energetische scans, die verschillende, welke hebben we nou bijvoorbeeld daadwerkelijk nodig? Want met de dataopslag, dat zal lastig worden. En de vraag is dus ook of je al die constructies nodig hebt. Of dat je zegt, nou, en ook, het is inderdaad 120 kvp, maar ik heb ook artikelen gelezen waar ze al op 90 kvp kunnen scannen. Dus ook daarin denk ik dat we terug moeten gaan kijken van, heb je die 120 wel nodig? En heb je alle reconstructies die je daarmee kunt maken, heb je die ook nodig? Dus ik denk dat we moeten beginnen met gewoon eens scannen met dat ding en kijken wat eruit komt. En afhankelijk daarvan dat we onze contrast- en stralingsprotocol weer moeten gaan optimaliseren. En is die materiale methode dan solide genoeg? Ja, nog niet, maar het wordt wel wat. Dank u wel. Korte vraag, want u zegt van, nou ja, we kunnen scannen met 120 kvp en we kunnen scannen met 90 kvp. En met 90 kvp is de dosis is lager. Dat hoor ik u steeds zeggen. Nou heb ik even gekeken in tabel 49, hoofdstuk 3. Dat is tabel 2. Daarin beschrijft u dat u met 3 groepen hebt gescand. Groep 1 op 120 kv, groep 2 op 90, groep 3 op 100 kv en groep 4 op 90 kv. Bibi Martens, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. En ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
Hij was wel aan het vissen. Hij hoopte volgens mij wel. Maar dat nee, zeker. Ja. Maar hij was wel heel erg aan het vissen naar zijn eigen. Ja, ik had gehoopt dat hij dat werkelijk had. Ja. Ja. Bibi Martens, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar, professor Wildberger, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hier bij u, Bibi Martens, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhand ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en het met het groot zegel van de universiteit bevestigd. Prima. Nou, dat is fijn. Dr. Martens, beste Bibi, een voorrecht om jou als eerste te mogen toespreken. Graag wil ik je allereerst namens het hele promotieteam, mede namens Casper en Estelle, van harte feliciteren met het behaalde doctoraat. Deze felicitaties gaan uiteraard ook naar Michael en jouw ouders en jouw familie. Dank ook aan jouw vriendin Dunja, die bij jou de liefde voor ons vak heeft geïnitieerd. En in analogie van jouw kaft op de achtergrond hier op de scherm, tijdens een lekenpraatje, mag ik jou nu terecht een doktersvis noemen. Fijn dat we ook trouwens hier vandaag in deze bijzondere tijd met ons allen mogen zijn. Fijn dat jullie allen ook uiteraard erbij zijn om Bibi in het zonnetje te zetten. Dank je voor. Bibi, wat heb je allemaal bereikt op het weg naar dit doctoraat? Sowieso van het begin aan een cruciale bijdrage op een van onze wetenschappelijke speerpunten. Hiervan hebben we vandaag ook mogen genieten tijdens jouw prachtige toelichting en verdediging. Ja, alle hoofdstukken zijn gepubliceerd in de topbladen van ons vak. Laatste hoofdstuk, nummer 4, is gisteren geaccepteerd. Top timing, top. Ja. Van eenheidsworst naar individualiseerde protocollen. De discussie over verwarmen en niet verwarmen van contrastmiddelen is nog gaande, hebben we ook gehoord. Ondanks corona is het je ook gelukt om heel veel praatjes op dit gebied, zowel nationaal als ook internationaal, te kunnen geven. Iets wat ik denk wat ook heel leuk is tijdens een promotie om mee te maken, om een beetje ook een beetje op reis te gaan en die dingen met elkaar te verbinden. Wat ook bijzonder is, is dat Bibi inmiddels heel veel bestuurlijke ervaring heeft. ESCAR, radiologendagen, visitatiecommissie, sollicitatiecommissie en nu ben je zelf voorzitter van de radiologen dit jaar. En dat allemaal naast de opleiding tot medisch specialist.
Ja, je hebt laten zien dat je de kenmerken hebt van het legendarische schaap met 5 poten. Of zou ik beter zeggen, de vis met de 5 vinnen. Maar in ieder geval, in combinatie met jouw kat met 3 poten thuis, is het statistisch helemaal in orde, weliswaar met wat standaarddeviatie. Goed, en wat typeert Bibi nu? Ik ga terug naar het motto van de radiologendagen van dit jaar, gluren bij de buren. Bibi is vrolijk, beschikt over een aanstekelijke enthousiasme en positiviteit, hebben we ook vandaag kunnen zien. Net zoals Dory, de blauwe doktersvis uit Finding Nemo. Andere kenmerken zijn leuk en gezellig. Bibi valt heel goed binnen het team. Daar heb ik nog even wat opgezocht. Chirurgische vissen zijn sociaal en worden meestal in paren of kleine groepen aangetroffen. Ze vormen vaak kolonies met 10 tot 12 leden. Ze ontmoeten niet alleen hun eigen soort. In scholen zitten zelf verschillende soorten doktersvissen te vinden. En ook dat klopt helemaal. Als ik nu hier in de zaal kijk, administratief medewerkers, MBB'ers, met name uit het CT-team, ja, collega's van de PhD's, collega's radiologen, maar ook buiten de eigen afdeling, interne cardiologie. Nou, fantastisch. Privé, heb ik me laten zeggen, ga je graag met een grote vriendengroep naar festivals. Meerdere tentjes bij elkaar voor 3 dagen. Enkele van de huidig aanwezigen en oud-collega's zijn hier ook vaak bij. Maar Bibi heeft ook kenmerken van Nemo. Hij is een vis die erg houdt van onderzoeken. En hij heeft veel lef. Verder is Nemo erg eigenwijs. Zoals blijkt wanneer toch de zee inzwemt wanneer zijn vader het heeft verboden. Clownvissen zijn namelijk echt slechte zwemmers. Daarom zoeken ze de veiligheid van de riffen en de bescherming van de anemonen. Dit verklaart trouwens ook de naam anemoonvis, maar goed. Voor Bibi betekent dit dat ze het voortouw neemt en de discussie aangaat als het onderwerp dit vraagt. Ze komt op voor de andere leden van de groep en heeft durf. Tot slot is Nemo erg behulpzaam, want hij helpt graag andere vissen. En Bibi heeft ook een enorme drive, een echte teamspeler. En ze weet mensen aan zich te binden en treedt op als een verbinder. Ja, ik zelf ben wat ouder en heb die filmen Finding Nemo, Finding Dory niet gezien. Sorry hoor, ik ben niet uit het Disney-tijdsperk. Ik kom uit de generatie Flipper. Wil zeggen dolfijnen, of om het nog preciezer uit te drukken, tuimelaars. Eigenschappen van hun zijn nieuwsgierigheid, intelligentie, sociale vaardigheden. Klopt helemaal. Flipper heeft vaak in deze tv-serie voor de anderen het verschil gemaakt. Net zoals Bibi. Dank hiervoor. Zowel Bibi als Casper hebben een ongekend dramatisch gevoel voor richting en kiezen soms best avontuurlijke routes om ergens te komen. Een mooi voorbeeld is Stockholm 2017. Staat je nog bij? Oké. Okay. De dag na het congres, dames en heren, wilden ze nog een beetje cultuur zien in de stad en besloten naar het fotografiemuseum te lopen. Het zou een afstand zijn van 5-6 kilometer. Maar ze hebben daar 32 kilometer over gedaan. Om vervolgens te eindigen op een hoog plateau, waar vanaf dit plateau rondop ongeveer 100 meter beneden het museum zichtbaar was. Op ongeveer 30 minuten voor sluitingstijd. Maar ook hiervoor hebben ze een goede oplossing bedacht. Ze zijn naar de dichtstbijzijnde baar gegaan. En in feite ook hier weer analogie van de vissen. Regenboogforellen hebben hun neus magnetische cellen, of zogenoemde kompascellen, die mogelijk als een soort tomtom werken. Deze plek waar ze hun eitjes legen, vinden ze vermoedelijk met deze cellen terug. Ik kan me zomaar voorstellen dat dat ook een van de redenen was waarom jouw collega's Ayo toen met het behaan van de radioloog je een kompas cadeau hebben gegeven. En dan nog één punt die je vaker tegenkomt. Ik heb ze in ieder geval meerdere keer gehoord. Haar algemene kennis, deze is bijzonder. Ja, dan vraag je door, waar gaat dit over? En ik heb hier een citaat, vind ik heel mooi verwoord. Verwondering hoe zo'n slim iemand zo heerlijk uit de hoek kan komen altijd. Iedereen die je goed kent, weet een aantal anekdotes in deze context. Hier de meest legendarische. Op het WK 2014 voetbal heeft Nederland 8e finale bereikt. De opmerking van Bibi hierover blijft tot op vandaag legendarisch. Nadat
Wij waren uitgeschakeld, zei Bibi. Het is toch nog steeds goed, want ze hebben toch al 7 finales gewonnen? Oké, wat gaat Bibi nu doen? Nou ja, eerst feesten neem ik aan, vandaag en morgen. Dan natuurlijk ben je bezig met je fellowship cardiovasculaire radiologie. Binnenkort een stage in King's College London bij Amadeus Yeribiri. Om ook nog wat kennis op te doen op het MR van het hart. Veel plezier, zou ik zeggen. Samenvatting is Bibi voor ons een echte goudvis. We hopen dat je nog lang onze collega blijft. Ook na het succesvol doorlopen van je fellowship. En dan als staflid op onze afdeling zal terugkomen. En ik was ook blij om in je boekje te lezen. She remains involved in this research topic. Nou, ik dacht, als ik het zo inzet, dan is het zo. Ja. We zijn blij dat je doorgaat met je onderzoek samen met ons. Ik hoop dat we nog lang kunnen blijven samenwerken. Dat je lang in onze vijver blijft. En dat je in het MMC altijd als een vis in het water voelt. Dank je wel. Dank je wel. Dokter Martens, het is mij ook een genoegen om u namens de Universiteit Maastricht van harte te feliciteren met uw behaalde dokterstitel. Uit uw cv blijkt dat u al, en uit de woorden van uw promotor, dat u al een indrukwekkende track record hebt afgelegd. Maar ik denk dat ook van net uitgesproken is welk verwachtingspatroon de universiteit en het Maastrichtse Universitair Medisch Centrum in u uitspreekt. En we zien eigenlijk heel graag u verder ontwikkelen op het ingeslagen weg en in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van radiologie. En daar wensen wij u alle succes bij. Hiermee sluit ik deze academische zitting. Voorafgaand aan de mogelijkheid om de nieuwe dokter geluk te wensen, zullen wij een foto maken op de trap in de grote hal. En aansluitend kunt u ons volgen voor het feliciteren van de jonge dokter. Hiermee sluit ik deze academische zitting. Dat was erbij lachen.